Belgen zegt hij, je mag zeker niet toegeven, want als ze uw wapens hebben en uw geld, pakken ze ook uw vrouwen. Ik denk dat ik een stuk of 4-5 messen gehad heb. Ik had heel veel bloed verloren, dus ze hebben mij als een dood achtergelaten. En wat ik mij daarnaast vooral van herinner, de enorme veiligheid van tussen mijn ouders te zitten. En ze waren heel blij, Thomas. Hè? Dan één uit, thuisje, lekker op zijn. Hè? Nee, ik heb er niks van overgehouden. Maar subconscious zeg, je bent nooit veilig.